Wat zijn de hoogtepunten hier in Hulshorst? En dan hebben we het dorpshuis, het is de Wieken, waar de buurtvereniging heel actief is. We hebben een mooie molen, de Maagd. Ze kunnen naar het Veluwemeer gaan om te gaan zeilen of zwemmen. Handverstuiving is ook hartstikke leuk. We hebben hier ook een speciale fuchsia-man, noemen we die hier. Van de Brink, die zit hier iets verderop. Nou, dit is de fuchsia-show. Fuchsia, 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 fuchsia. U geeft, u kweekt fuchsia's. Ja. En als u ze dan gekweekt hebt, dan geeft u die fuchsia een naam. En hoe heet die dan? Jan Workel. Huh? Piet den Breeën. Nunspeets Glorie. Kees Scheper. De hele familie is al vernoemd, hoor. Hij heeft de naam Gorge. Zeer grootbloemig. Was een aanstaande schoonzoon. Oh, nee. Toen zei hij, doei. Dus eigenlijk zijn we helemaal niet zo gek meer op deze plant. De fuchsia wel, maar dan had hij eigenlijk een andere naam moeten hebben. Ja. Dat mag niet meer. Hij heeft de naam Gorge. Hier heb ik de fuchsia Lydia. De jongste dochter. En Gorge, dat was uw schoonzoon. Maar heeft u ze expres niet naast elkaar neergezet? Nee. Dat laat je dan los en dan blijft de fuchsia, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Waar het om gaat. Ja? Hier Hulshorst Bloei. Hulshorst Beertje. Hulshorst Landgoed Hulshorst. Wat is een hoogtepunt hier in Hulshorst? Nou, daar ben je nu. Dit is ons koffiekeitje op camping Zwaluwhof. Als het mooi weer is, want we hebben geen overkapping, dan maken we hier lekker een cappuccino bijvoorbeeld, zoals Nadine nu aan het maken is. Oh, lekker met een koekje. Ben ik gek op. Dit is jouw brievenbus? Dit is mijn brievenbus, ja. Ik dacht, hier woont een hele mooie vrouw. nee, dat niet. maar wie is dan Alice Chalmers? Ja, dat is een tractormerk. Ik heb één Alice Chalmers en ik heb een Deutz. En waar heb je die? Achter in de tuin staan, in de schuur. We hebben elk jaar hier een oldtimershow. En die organiseren als oldtimer club. En daar hebben we zo'n rond de 100 tot 120 tractoren in het weiland staan bij de molen. Nou zie je wel eens mannen die hebben dan een hele snelle sportwagen. Kunnen ze heel goed meiden mee versieren. Wil dat ook met zo'n trekker? Nou, minder denk ik. Maar even goed lukt me dat wel. Ja.